ook niet in beeld ingezoomd. De camera heeft geen stabilisator, ik heb al een andere die dat wel heeft, maar die is wat groter. Eventjes de step uitproberen. Ik had het eerst al heel voorzichtig gedaan, nu wat minder voorzichtig. Dat doe ik dus niet nog een keer. Maar het is wel handig om te weten dat je toch weet hoe je moet vallen, hoe je val moet breken. Je kunt niet eens dat torentje daar zien, waar zit dat nou? Ja, volgens mij moet ik die nou toch in beeld hebben. Er zit daar een uitkijktoren waar je in kunt klimmen. En er is een eilandje. En daar is een veerbootje. En dat is waar ik vandaan kom. Over die brug. Die naar mijn huis toe gaat. Uitlopen dat ik in het water terecht kom, maar even mijn vervoermiddel in beeld brengen. Zo, even kijken, ik kan niet heel goed zien of ik die wel in beeld heb. Nou, dat is hem. De scooter, zoals het in Engels heet. Volgens mij in Duits ook, maar een step dus. Zonder aandrijving, nou ja, de bestuurder zelf. Maar het is een luxe voor die paar centen. Er zit echt voorveer op en een dikke achterhering. Wat gek is, bij ons is het gewoon. Dat is wel een schijfrem. Wel prettig om twee remmen te hebben, want ik ben een beetje een brok op de lood. De tweede rem, dat is deze. Of de eerste. Oh, hij stond zo netjes op zijn standaard. Nou, dan kan ik niet helemaal de goede richting. Nou, in ieder geval. Dit is dus de schijfrem en dit achterspatbord, dat is de traditionele rem, die hebben ze allemaal, maar ik vond dat niet genoeg. De schijfrem die moet nog even inlopen, want die gaat nog niet helemaal super. Ik heb hem voor ik wegging even gesmeerd, niet de rem natuurlijk, maar wel met name het stuur ging wat stroef. En ik heb voor de zekerheid de as ook maar even gesmeerd. Dan even een stukje rijden en dan... Maar... Ik ging dus over een hobbeltje en toen klapte het stuur erop met een kleine wieltje. Zo klein zijn ze dan ook weer niet, maar ik denk dat het de vering was die te veel meegaf. Maar in ieder geval, ik ging door de lucht. Maar ik werd het valbreken nog niet geleerd, dus dat ging echt ontzettend goed. Ik heb helemaal niks. Ik heb echt drie keer om mijn as gerold over het asfalt. En ik heb echt niks. Dat ging echt, zoals ik het gewend was. Zoals ik het altijd kon. Dus dat instinct dat zit er nog goed in. Judo. Ik ken een paar dingen van judo, onder andere valbreken. En dat is al heel vaak een lifesaver geweest. Hè. Ik kon nog mijn helm opdoen, maar ik heb ook niet met mijn hoofd geraakt. Eigenlijk maar vooral met mijn ellebogen. Maar omdat je zo rolt, is maar heel kortstondig kom je tegen het steen en het asfalt aan. Dus ik heb gewoon niks. Geen zelf, mijn jas is niet eens smerig. Dus het is echt... Ik ben, hier is er hier wel wat te zien. Hier ben ik op terecht gekomen.